Het is niet haalbaar voor Suriname om tegen 2020 het gebruik van kwik te hebben uitgefaseerd, zoals het Minamata-verdrag dat voorschrijft. De regering zal daarom een verlenging van 5 jaar vragen, zodat tegen 2025 het gebruik, de import en export van kwik en kwikhoudende producten kan worden verboden. Dit zei minister Giljoe Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren in het parlement tijdens de openbare commissievergadering ter bespreking van de ontwerpwet houdende ratificatie van het Minamata-verdrag over kwik. Het is verwachtbaar dat de ontwerpwet komende dinsdag tijdens de openbare vergadering in stemming wordt gebracht. Minister Dotsen gaat in op de actiepunten in aanloop naar het definitief uitbannen van kwik in Suriname. En de concrete actiepunten: het plaatsen op de negatieve lijst van alle producten die in annex A zijn opgenomen en ze vergunningsplichtig te stellen en op te nemen in het Assicura-systeem. De verhoging van invoerrechten op de producten in annex A. De import van niet-kwikhoudende alternatieven stimuleren middels onder andere awareness. En overtredingen koppelen aan de wet van de economische delicten, waar het nog niet heeft plaatsgevonden. Je hebt ook het kwikhoudend meetapparatuur. Daarmee willen we dus samen met de volksgezondheid en de andere diensten, willen wij dan kijken naar de alternatieven. Ja, en ook technische assistentie aanvragen bij de PAHO en andere internationale organisaties, zodat wij makkelijker aan de slag kunnen. Minister Dotsen verduidelijkte ook dat vanwege het economisch belang van de kleinschalige goudsector het gebruik van kwik niet zonder meer uitgebannen zal worden. Suriname zal de Verenigde Naties hiervan op de hoogte moeten stellen. Zodra dat gedaan is, zullen er andere regels gelden, zegt de NH-bewindsman. Het opstellen van een nationaal actieplan binnen 3 jaar is daar een uitvloeisel van. Suriname zal bij het indienen van haar instrumenten voor ratificatie tevens een notificatie, zoals bedoeld in het artikel, doen. Deze notificatie van niet onbeduidend, omdat het wel significant is, die zal worden gegeven aan het secretariaat op basis van de volgende criteria. En dat is wel belangrijk, mevrouw de voorzitter, omdat wij die duidelijkheid moeten creëren op basis waarvan wij deze exemptie willen leggen. Het gaat erom dat het aantal personen dat direct of indirect de inkomsten verdient uit deze sector significant is. We praten over 30.000 plus. En de bijdrage aan deze sector van het bruto nationaal product, dan verwijzen wij naar het OP 2017-2021, pagina 83. Dus om aan te geven dat het wel significant is, de bijdrage van deze sector in het bruto nationaal product. U zag minister Giljoe Dotsen van Natuurlijke Hulpbronnen gisteren in de Nationale Assemblée. Hij sprak tijdens de openbare commissievergadering ter bespreking van de ontwerpwet houdende ratificatie van het verdrag Minamata Convention on Mercury. De behandeling wordt dinsdag voortgezet tijdens een openbare vergadering.